zit ernaast een hele veelzijdige, nou een meisje niet, het is een jonge dame, die de muziekgene van de vader heeft, volgens mij. Denk het wel. Je zit 12 jaar produceren? Nee, ik produceer nu denk ik 9 jaar bijna. 9. Ja. De naam is Made in June. Prachtige naam. Ik dacht eerst dat het een artiestennaam was, zelf verzonnen. Maar het is je echte naam, hè? Ja, Made in June is mijn echte naam. Nee, June is mijn echte naam. Maar ik ben gemaakt in juni, dus verwekt door mijn ouders. Heel romantisch. Ik was er niet bij. En geboren in maart. En 9 maanden later geboren in maart, ja. Dus je bent een visser? Ja. Vertel eens, hoe komt... Ja, vissen zijn... Mijn zus is een vis en... Okay. Emotionele mensen. En doe je dat ook in je muziek? Die emotie? Ik denk dat dat wel een van mijn belangrijkste elementen in de muziek is. Dat het mij moet raken. En dat het een bepaald gevoel moet geven. Of dat nou... Wat betekent muziek voor je dan? Kan ik het kort uitleggen? Heel veel. Door wie ben je geïnspireerd vroeger? Wanneer ging je echt serieus luisteren naar muziek? Nou, ik heb toen ik 16 was, ging ik... kaartjes scheuren bij de Chemistry in de Escape. En toen draaide daar Marcello. Marcello, ja, Dimitri af en toe. Dimitri. Ja. En ook en Isis. Ja. Heb ik ook veel gezien draaien. En toen, die muziek toen en de house, ja, dat is echt... Zijn dat eigenlijk dan je eerste inspiraties? Dat zijn mijn eerste inspiraties, maar ik had nooit bedacht dat ik zelf DJ ging worden, nog muziek zou gaan maken. Had ik echt helemaal... Geen enkele clue van toen op dat moment. Nee, want je hebt ook al een paar keer op Slam FM. Dan ben je eigenlijk een vaste DJ-gast, toch? Nou, eens per maand dan zorg ik dat ik in een mixmarathon zit. Ja, wat voor muziek draai je dan? Het is altijd house. Wat voor stijl? Heel erg eclectisch. Dus eigenlijk van oude... Dus ik had ook laatst jouw track Plastic Dreams in mijn set zitten. Ja. Omdat ik dus eigenlijk gewoon heel erg van die oudere house hou. Door mijn chemistry-tijd en andere feestjes waar ik kwam. En ja, ik weet niet. Ook dat moet je raken en daar moet een verhaal in zitten. Oké, dan word je dus een beetje gevormd in de muzikale keuze door de disjockeys van toen. Zeg maar de eerste generatie house disjockeys. Hoe ben je dan gaan produceren? Die stap verder. Wanneer ben je begonnen? Van wie heb je les gehad? Ja, nou ja, ik ben de filmwereld ingegaan eigenlijk. Of nadat ik heel veel geclubt heb en nog steeds ging clubben, ging ik films maken. Want dat wilde ik eigenlijk. Dat was mijn ambitie vanaf dat ik 12 was. Dacht ik, daar lag ik pas films maken. Ja. En dus op het moment dat ik als regisseur werd gevraagd voor een videoclip bij een zangeres, was ik met een plaatje bezig om te produceren. Want dat heb, op een gegeven moment ben ik dat maar gaan doen. Want ik, even kijken, 12 jaar... Ja, wat bedoel je gaan doen? Hoe deed je ja, dat dan? Is gek. Oké, okay. Ik heb heel grappig, eigenlijk vanaf het moment dat ik Zwartboek deed met Paul Verhoeven, zat Carice van Houten daarin. En wij gingen cd'tjes naar elkaar maken. Dus met liedjes die je mooi vond. En kleine stukjes eruit? Nee, gewoon allemaal liedjes die we mooi vonden en ons inspireren. Gingen we gewoon luisteren en toen heeft zij ook een cd voor mij gemaakt en ik had nog wel een cd voor haar. Oh, cd branden bedoel je eigenlijk? Ja, echt branden. Ja, ja. Gewoon liedjes voor elkaar sturen. Gewoon ouderwets branden. En ik moet je eerlijk zeggen, ik had toen ook een... Dus Carice stuurde ook liedjes naar jou? Ja, die had ook een cd voor mij gemaakt. Welk liedje sta je nog bij van die zij sturen naar je? Volgens mij... Even kijken. Ja, het is allemaal... Het is geen house. Oude liedje noemen ze een oude. God. Weet je niet meer? Ja, ik weet het niet meer. Oh, ik zou het wel leuk zijn. Het is erg, hè? Ja. Maakt niet uit. Nee, ga... Betekent dat ook dat muziek echt vergankelijk is? Dat je muziek snel vergeet? Of zijn er platen die echt in jouw geheugen gegrift zijn? Nee, die horen bij die periode. Dan ben je maar terug, ik ben heel slecht in namen. Maar als je de muziek hoort, ben je weer terug in de periode. Dan ben ik terug in de periode. Ja. En dat is het, wat muziek met je doet. Ja. En daardoor wil je ook bepaalde platen weer terug horen. Omdat ze je dat gevoel van toen geven. En je hoopt natuurlijk, zeker als DJ, dat als je een bepaald publiek voor je hebt, dat zij ook jou begrijpen van, hé, deze plaat, weet je nog, dat was in die tijd of whatever. Ik geloof ook niet dat je alleen als DJ alleen maar nieuwe muziek zou moeten brengen naar je publiek of zo, weet je wel. Een combinatie. Ja. Tussen oud en nieuw. Ja. Maar als je gevraagd wordt voor een nieuw set, moet je nieuw draaien. Of niet? Ja, nou, ik denk dat artiesten of DJ's en eigenlijk artiesten zijn nu. Dus als jij als
DJ wordt gevraagd, speel je voornamelijk je eigen muziek en wat daarbij past. En dan ga je eigenlijk, dan ben je geen DJ meer bijna. Nee, maar er zijn natuurlijk wel veel conceptfeesten. Je hebt natuurlijk de retrofeesten die heel belangrijk zijn uit de beginperiode van de Roxy waar je net over had. En de Chemistry en de It. Als mensen je daarvoor vragen, dan kan je moeilijk zeggen van ik ga alleen maar nieuw draaien. Nee. En als je voor een techhousefeest gevraagd wordt, kan je moeilijk zeggen van ik ga alleen maar retro draaien. Ja, precies. Dus dan moet je wel rekening houden met het concept. Ja. Wat draai je het liefst? Op een feest, live? Nou, dan ga ik wel het liefst terug naar de oude platen, zoals bijvoorbeeld jouw plaat. En draai je dan met vinyl of draai je dan digitaal? Nee, ik draai altijd digitaal nu. En hoe draai je digitaal? Met een stick of met een laptop? Met een SD-kaart. SD-kaart? Ja. Serieus? Ja, omdat ik heel druk draai. Oké, je bent bang dat je de USB-stick zet? Nee, ik weet zeker dat ik het doe, want ik heb het al gedaan. Je breekt ze af? Ja, ik sla ze er gewoon uit. Hoe doe je ze voor dan? Hoe sta je te draaien? Ja, ik ben gewoon zo druk alles aan het doen en dan ga ik helemaal en dan sla ik het gewoon weg. Ik weet niet wat ik ben. Ben je aan het dansen? Alles. Ik ben aan het dansen, ik ben aan het mixen, ik ben allemaal effecten aan het zoeken. Ik ben heel druk bezig. Kan ik dan zeggen dat je een producing DJ bent? Gebruik je ook loopjes en maak je heel veel effecten, ja? Dus je bent echt aan het produceren, je bent echt bezig. Ja, ik ben echt gewoon heel veel aan mezelf aan het halen, on the spot. Ik vind het ook heerlijk om te draaien. Als ik eenmaal draai, zou ik het liefst 3-4 uur draaien. Ik vind het heel zonde. Zeker, kijk, als het publiek dan meegaat, dan zou ik eigenlijk gewoon 5 uur lang willen draaien. Wat vroeger altijd zo was. Ja, dat vind ik veel leuker. Want dan ga je, dan push je jezelf zo erg en dan ga je zo erg samen iets maken, zeg maar, op dat moment. En wat vind je dat dan, die 1 uur sets die ze tegenwoordig weggeven aan DJ's, om dan maar zoveel mogelijk namen op de flyer te hebben? Ja, eerlijk vind ik gewoon, ik vind het niet meer zo leuk het uitgaan nu. Waarom? Omdat het gewoon heel eenzijdig is. Heel veel DJ's die inderdaad dan op een line-up staan, draaien allemaal dezelfde tunes. Ik hoor altijd terug van mensen. Ja, ze hadden allemaal dat nummer in de set. En waarom luisteren ze niet naar elkaar? Dat soort dingen. Het is gewoon totaal niet meer één verhaal wat je met z'n allen maakt. Of dan wel één DJ die het verhaal maakt van de avond en die jouw avond maakt. Dan dat DJ's dingen op elkaar afstemmen of naar elkaar luisteren. Ze doen allemaal hetzelfde omdat ze denkt, het publiek willen dit horen. Maar ze gaan nooit out of the box meer, weet je wel. Ja. Ik vind het echt een doodsaaie. Ja, ik vind het niet meer leuk. Nou, ik heb net wel tracks van je gehoord. Super negatief. Maar, ja. Nee, maar ik weet wel hoe het was, snap je? Het was gewoon zo magisch. En ik heb al nooit drugs gebruikt, dus daar ligt het allemaal niet aan. Ik was echt helemaal blij met 1 Red Bulletje en verder gewoon. Misschien moet je dan op zoek gaan naar feesten waar wel die magie weer terug is. Dat er wel een avond is met 2 DJ's of 1 een all-nighter. Die wel zijn verhaal kwijt komen. Ja, dat denk ik wel. En ik denk ook dat dat soort dingen steeds meer gaan plaatsvinden. Aandacht aan moet worden gegeven. Omdat het gaat zo snel online. Als ik ook nieuwe garden, zeg maar, producers zie, die zijn zo snel. En zijn ook zo snel afgeleid, weet je wel. Alles is gewoon, dat zie je ook gewoon hoe kort mensen eigenlijk een YouTube-filmpje kijken. Ze zijn zo weer weggezet. Zep-generatie. Het is echt de Zep-generatie. Maar het is wel leuk dat je het hebt, want ik draai binnenkort een all-nighter, 13 april in Amsterdam. Oh, cool. Mijn eerste all-nighter na, denk ik, 25 jaar DJ-geschiedenis wat ik draai. Dus dat vind ik wel heel spannend. Ja. Alleen, het is eigenlijk niet spannend, want we deden vroeger niks anders. We begonnen om 10 uur en we eindigden om 5 uur. En dat moest je doen. Dus je kon zelf helemaal je avond indelen. Dat zou je dus ook willen doen. Nou, eerlijk gezegd wel. Ik had het helemaal niet over nagedacht. Maar waarom doe je het niet? Ja, ik denk dat ik dat wel moet gaan doen. Ja. Wat doe je nog meer? Behalve produceren en muziek maken en veel luisteren. Wat doe je overdag? Nou, ik help nu best wel wat mensen aan hun product eigenlijk. Ja, je hebt gezegd, je werkt met jongens en mensen van de Herman Brood Academie. Ja, ook. En ik werk ook met YouTube-talenten en met... Hoe bedoel je YouTube? Wat zijn dat voor talenten? Bekende mensen. Die zoek je op? Nee, daar maak ik concepten voor. En dan bedenk ik dingen voor. Met samenwerking met merken. En dat vind ik ook heel leuk om te doen. Dus eigenlijk, ik denk verder dan alleen maar... Oké, je bent iemand met een liedje. En dan ga ik helemaal verder denken. Wie ben je? Wat past bij jou? En ik bedenk eigenlijk een heel merk om iemand heen. Wauw. Is dat niet moeilijk? Dan hoe ga je dan contact leggen met zo'n artiest die je dan tegenkomt op YouTube? Nee, ik kom ze niet tegen. Die kende ik dan al. Of zo. Je kent ze al? Ja. En dan denk ik van, weet je moet gewoon een volgende stap zetten in je carrière. Is het moeilijk voor een vrouw in de muziekwereld? Wat eigenlijk vind ik, en dan moet ik Ronald Molenwijk wel gelijk in geven, het is nog een beetje een mannenwereld. Mm-hmm.
is het dan moeilijk om je als vrouw A te bewijzen en B staande te houden in deze wereld? Ja. Het overtuigen van je kwaliteiten, die je wel hebt. Ja, nou, ik heb het met Ronald Molendijk ook erover gehad. En ik denk dat het dat het eigenlijk een probleem is, nog uit de geschiedenisstand, van dat vrouwen eigenlijk steeds veel later rechten kregen om bepaalde, hè, stemrecht, beroeprecht, et cetera. En dat eigenlijk de muziekwereld zo erg uit mannen bestond en zo erg een mannending was, dat vrouwen ook helemaal niet hadden bedacht, ik ook niet, van hey, oh, dat kan ik ook doen. Ik kan ook muziek gaan produceren. Omdat je hebt eigenlijk helemaal geen voorbeeld. Omdat alle bandjes zijn mannen bijna. En het is gewoon alleen maar man, man, man. Nou, er zijn wel vrouwenbandjes. En er zijn ook heel veel goede vrouwelijke muzikanten geweest. En alleen als je de geschiedenis kijkt, wat je precies zegt, de grote componisten uit de Gouden Eeuw, ja, waren toch wel de mannen, de Bach, de Mozart en Beethoven. Ja. Alleen, ze waren waarschijnlijk niet zo groot geworden als er geen sterke vrouw achter hen had gestaan. Dus indirect zijn er wel vrouwen betrokken bij de muziek. Maar in de DJ-wereld, als je kijkt naar de, zeg maar, de populaire DJ-lijst, DJ Mag, staan er weinig vrouwen in de top 100. Ze staan er wel, maar ze staan niet in de top 10. Nee. Terwijl ik wel vind dat er goede vrouwen zijn. Ik bedoel, Nina Griffiths of een Nicole Mothaber zijn wel goed. Ja, zeker. Kijk, je kunt heel veel zeggen over Charlotte Witte, of haar stijl goed is of het aantrekt. Maar zij is wel booming, alleen ze staat niet in de top 10. Hoe komt het dan dat vrouwen... Zij zou daar nu op dit moment wel in horen, vind ik. Charlotte Witte. Ja. Waarom? Nou, ze staat op Mainstage Tomorrowland. Weet je, dat zijn allemaal dingen die zouden meetellen aan iemands status en populariteit. En ik denk dat het... want we weten allemaal dat DJ Mag kan je jezelf inkopen ook. Je kan advertenties kopen en je kan het soort van kopen. En ik denk dat daardoor ook de magie van iemands populariteit helemaal weggaat. Omdat het is niet meer eerlijk. Het is geen eerlijke wedstrijd. Zoals Dimitri en Lightmark, die ook hun stemmen gekocht hebben met een iPad. Op de Nou, dat is niet eens echt gekocht. Dat is gewoon echt mensen laten stemmen. Dat vind ik nog anders dan dat je echt geld betaalt. Verkapte vorm van kopen. Ja, en die mensen hebben het uiteindelijk misschien wel echt ingevuld. Dus je zegt, een dishockey die op Tomorrowland staat, die heeft het recht om in hoog te komen in DJ. Nou, maar niet per se alleen Tomorrowland. Want ja, daar kan je dus ook deals mee hebben. Want die Meaty Vegas en Like Mike, die hebben goed contact met Tomorrowland. Weet je, maar goed, ze zijn ook op zich heel lang bezig. Dus volgens mij zijn het ook hele aardige gasten. Dus weet je, er zijn allemaal verschillende manieren om er te komen. Laten we het zo zeggen, weet je wel. Ik denk niet dat er één manier is. Maar ik denk wel dat bijvoorbeeld zo iemand als Charlotte Witte, dat is heel... heel natuurlijk gegaan. Ja. Snap je? En dat is echt... Je hebt het net over die auto organisch gegaan. Ja. En niet door marketing achter haar te zetten, volgens mij. Is het niet de puurheid van haar, het poppetje, het beetje het lieve meisje dat gewoon snoeiharde techno draait? Is die combinatie niet succesvol voor haar geweest? Ja, maar dat is dus haar eigen verhaal en niet bedacht. Dit is gewoon zo ontstaan. Althans, ik mag het hopen. Ja. Je hebt het net over aardige mensen gehad. Is de muziekwereld aardig? De DJ-wereld? Ja, ik heb er zelf niet zoveel last van. Maar dat komt ook omdat ik ouder ben. Maar ik denk dat als je jong bent, dat je dan heel snel heel veel nare dingen kan tegenkomen. En je moet gewoon jezelf heel erg indekken. Hoe kan je indekken? Als je een jong talent bent en je wil graag draaien op feesten en je wil die drempel wil je overwinnen om verder te komen in je gigs, nationaal, internationaal. Wat heb je nodig? Heb je een label nodig? Heb je een platenwiel nodig? Moet je kunnen produceren? Ja. Moet je er goed uitzien? Noem even alle facetten op van een succesvolle DJ die jong is, die succes wil hebben. Muziek. Alleen maar investeren in het feit dat je kan produceren. Dat is gewoon, weet je, dat is gewoon het allerbelangrijkste nu. Dus je moet kunnen produceren? Ja, vind ik wel. Kan je geen gebruik maken van ghost producing? Ja. Tracks kopen? Als je er geen tijd voor hebt of je kunt het niet. Maar je ziet er wel goed uit en je kan heel goed draaien. Want er zijn ook jongens die goed kunnen draaien, die niet goed kunnen produceren. Andersom heb je ook jongens die heel goed kunnen produceren en niet kunnen draaien. Ja, ik weet het niet. Ik denk er toch anders over. Want ik denk dat het steeds meer naar echtheid gaat. Ook als je gewoon naar YouTube kijkt. Mensen willen echte mensen zien. Mensen die huilen, mensen die struggelen. Weet je, als jij gewoon laat zien van hé, ik ben er niet goed in of ik probeer het. Maar ja, Einstein zegt ook toch altijd van...
zo slim ben ik niet. Ik ben het gewoon heel vaak gaan doen. En ik ben gewoon heel hard gaan werken. Dus ik vind het een beetje onzin om te zeggen van ik kan het niet. Als het en als je het echt niet kan, dan moet je het gewoon niet doen. Of het echt niet wil en de drive hebt. Wanneer wist jij in deze dat? Wereld, ja. Waar er zoveel concurrentie is, dat je dan fake gaat willen zijn. Nou, dat zou ik echt heel raar vinden. Wanneer wist jij dan dat je kon produceren? Wanneer heb je dit level bereikt? Wanneer dacht je bij jezelf, nu kan ik het, nu heb ik het onder de knie. Was het voor jou ook een struggle? Ja, maar ik denk nog steeds niet dat ik het 100% goed kan. Ja, dat is het alles, hè? Dat zegt Armin van Buren ook. Ik blijf ook. We zijn altijd dag... onzeker. Nee, maar... Ja, dat weet ik niet. Ja, ik denk dat dat ook wel hoort. Want je moet jezelf gewoon elke dag uitdagen. En ik heb ook... Weet je wel... Jij zei net ook van ik loop ergens tegenaan... Of ik stootte iets om en toen kwam ik ineens op een sound, weet je wel. Ik bedoel... Het is heel moeilijk om ook inspiratie de hele tijd uit jezelf te halen. En dat je gaat zitten van, oké, nu moet het komen. Weet je, ja, ik geloof daar gewoon niet in. Dus ja, je houdt je inspiratie overal vandaan. Dat kan gewoon door reizen zijn, door even naar buiten te gaan. Je nachtelijke wandelingen? Die nachtelijke wandelingen. Doordat ik zo'n Der Boeka-cursus heb gedaan. En allemaal trommeltjes. Dat je dan denkt, oh, dit vind ik zo fijn. Weet je, een woodblock, ik noem maar wat. En dat je ook gaat denken in bepaalde instrumenten. En bepaalde sounds die je wil horen. En op die manier creëer ik wel gewoon liedjes. Maar dat is allemaal gewoon dat ik het ergens vandaan moet halen. Moet je doelen stellen? Ja, wereld. Ik heb een heel plan met campagne in 2019 gemaakt. Ja. 50 pagina's. Wat ik allemaal wil doen, wat ik wil bereiken, welke liedjes eruit komen, wie ik eigenlijk ben. Want dan moet ik ook elke dag nog bedenken van wie ben ik ook alweer. Wat heb ik ook alweer gedaan. En dan kijk ik in dat plan van 2019 en denk ik, oh, ik heb eigenlijk best wel veel gedaan. Ja. Weet je wel, maar dan wordt je liedje bij de radio geplucht. En dan is het dus geen verhaal. Dan denk ik, wow, ik heb toch wel echt 50 pagina's verhaal, maar het is geen verhaal, weet je wel. Dus ik denk dat het verkeerd is om te zeggen dat het geen verhaal is, want ik heb wel degelijk een verhaal. Ik denk alleen dat ik geen hype ben. Ik denk dat het is. Hoe kun je dat creëren dan? Ja, weet je, moet je heel eerlijk zeggen, ik denk dat je wel hypes kan creëren, maar ik voor mezelf geloof daar niet in. Dan heb ik het liever niet. Dan ben ik liever geen hype. Dan ben ik gewoon een verhaal die heeft bestaan. En doe ik gewoon nog steeds waar ik van hou. En dan ben ik maar geen hype of zo. Want ik weet niet hoe... Snap je? Hoe dat zoiets... Hoe je dat moet forceren. En als het geforceerd is, vind ik het dan niet meer leuk. Zeg maar. Zo zie ik het een beetje. Wauw. Dan doe ik liever gewoon, dan help ik liever andere mensen die dan wel een hype zijn en dan helemaal niet weten wat ze moeten doen. Weet je, nu was er een meisje laatst, die was echt ineens een heel erge hype. En die heb ik toen gewoon ook wat berichtjes gestuurd, weet je. Want ik merk van, heb je daar wel over nagedacht? Heb je daar wel over nagedacht? Weet je wel? Ja. Ik noem het maar. Dat vind ik dan ook wel interessant om te doen. Merk je dat het die carrière voor jou in bepaalde levels gaat, net zoals je met een gamer? Ik vind het, als ik het zo bekijk, is je muzikale carrière gaat ook naar levels. Je gaat steeds een level hoger. Ja, zeker. Als je een spel hebt, bestaat uit 100 levels. Welk level zit je nu? 100. Nou, ik denk dat ik toen ik een Dance Smash had gehaald op de radio, dat ik toen op level 50 kwam. Want ik denk 70. 70 al? Ja, als je op de radio komt, dan ben je weer 70. Oh. Oké. Nou, als ik zo hoor wat je gedaan hebt en wat je gemaakt, wat je net laat horen en wat je goals zijn, hoe je in het leven staat, ook je visie, denk ik wel dat je tussen de 80 en de 85 zit. Oké, top. Ja. Dat is wel echt best wel een complimentje. Ja, en er komen nog meer dingen aan. Je staat binnenkort de Dance Trainer, zit je in de panel. Ja. Hartstikke leuk. En je hebt veel dingen te zeggen wat ik nu al gehoord heb. Ik ben puur. Ja, maar dat is ook gewoon de naam Made in June. Het is gemaakt in mij, zeg maar. En niet door een co-producer of een management. Ik heb wel gewoon vrienden die me helpen. En ook die goede managers zijn. Maar het, weet je, ik geloof niet in een product bedenken. Snap je wat ik bedoel? Ja, ze zijn er wel. Ja, ze zijn er wel. Ja. Alleen ik val daar niet voor. Okay. Ik val voor echte mensen en echte talenten. En kijk,
je moet ook gewoon geluk hebben dat het ineens gewoon dat je ineens een hitje hebt of zo. Kantelpunt. Tuurlijk. Ja. En als dat niet is, is het helemaal niet erg. Want ik vind de weg ernaartoe, zeg maar, zo erg waardevol. Ik denk dat als je op de top bent, kan je alleen maar naar beneden vallen. Snap je? Ja. En dat zie ik ook bij hele grote DJ's. Niet bij Chesto en ook niet bij Armin. Want die zijn heel erg aan het bouwen. Maar ik zie bij veel anderen zie ik wel dat ze heel veel moeite hebben met het feit dat ze daar zijn. En dat je alleen nog maar minder kan. Want op een gegeven moment is het klaar. Nou, ik zeg maar op naar de top. Ja, de weg naar de top is het mooiste, denk ik. Ja. Okay. Dan sluiten we daarmee af. Oké. Okay. Nice. Dankjewel. Made in June.